Vanuit Skybox 421, een podcast over en door de businesspartners en maatschappelijke partners van ADO Den Haag en ADO in de maatschappij over Den Haag. Iedere podcast twee inspirerende gasten met nieuwe ideeën, frisse energie om de sportieve, zakelijke en maatschappelijke kant van ADO en Den Haag nog mooier te maken. Deze podcast wordt gemaakt door Focus Fun in opdracht van ADO Den Haag en ADO in de maatschappij. Dankjewel voor het luisteren en het zou leuk zijn als je hem deelt. Nou, welkom aan tafel, heren. Chris, dit is de allereerste podcast die we hier in Skybox 421 gaan doen in het ADO-stadion. Heb je er zin in? Nogal. Ja, ik heb er verschrikkelijk zin in. Nou, ik heb ze gehoord en we hebben echt twee toppers van de gasten deze week. We hebben Kees Brouwers van ADO Den Haag in de maatschappij. Dankjewel. Welkom. Ja. Goedenavond allemaal. Ik heb er zeker zin in. Ik ben hartstikke blij dat ik deze primeur met jullie mag aftrappen. Leuk. En dan hebben we Stefan Enthoven aan tafel van Expo Flora. Zei ik dat ook goed? Helemaal goed, man. Creating the difference. En wat gaan we doen in deze podcast? We gaan op zoek naar een mooie vraag. We gaan kijken, is er een verschil tussen een ondernemer en een maatschappelijk ondernemer? En in dit zo'n setting denk ik dat we daar zeker wel achter gaan komen. We hebben We willen ook niet in deze podcast erachter komen of er een verschil is tussen een ondernemer en een maatschappelijke ondernemer. Maar in de hele reeks willen we gewoon kijken. Er zijn maatschappelijke ondernemers, net zoals ADO Den Haag in de maatschappij. En Expo Flora als ondernemer, zo worden ze het neergezet. Je bent niet per se een maatschappelijke ondernemer. Maar wat wij ons afvroegen, zit daar een verschil tussen? En als daar een verschil tussen zit, kunnen we niet gewoon allebei maatschappelijk worden? Ja. Dus dat gaan we met leuke vragen allemaal bekijken. Ik denk dat de mensen thuis eerst een voorstelronde willen hebben. Want ze weten niet wie er aan tafel zit. Ik zal zelf beginnen. Ik ben Mihai. Ik ben een producer. Ik heb ooit Waves van Mr. Props geproduceerd. En heel veel andere hits. Ben daarna door corona een beetje de maatschappelijke kant op gegaan. En heb allemaal maatschappelijke recordlabels opgericht. Samen met Chris. Van psychiatrie tot aan ex-gedetineerden. Tot aan verslaafden. Een beetje van alles. Waar we van hun verhaal een prachtig product maken. Dat ze terug kunnen treden in de maatschappij. Dan heb ik mijn sidekick vandaag naast me van Focus & Fun, Chris. Dus ik hoef ook niets meer te zeggen. Dit doen we ook alleen maar de eerste podcast. Hè? Dus doe normaal ook 40 minuten. Doe nu 50 minuten. Omdat wij ons de eerste podcast alleen maar voorstellen. Ik ben Chris, de voorzitter van Focus & Fun. Ik ben een stichting begonnen met mijn grote vriend Dennis van Hoorn. En dat is inmiddels een hele leuke stichting geworden waar we muziek brengen waar het nodig is. Dus eigenlijk doen we muzikale, maatschappelijke projecten. En dat is wat ik doe. Nou, te gek. En dan gaan we door naar Kees. Kees, zou jij een klein stukje over ADO Den Haag in de maatschappij willen vertellen? En wat doe jij daar? Zeker. Nou, ik ben Kees Brouwers. Ik ben sinds 4 jaar werkzaam bij ADO Den Haag in de maatschappij. Eigenlijk de stichting, de foundation van ADO Den Haag. Waar wij als doel hebben om met onze maatschappelijke projecten onze inwoners die een steuntje in de rug kunnen gebruiken, ja, die steuntje te geven met het merk ADO Den Haag, ons belangrijkste voetbalclub van de regio. Die gebruiken we om dat te doen. En ik ben zelf hier, ja, mooie vrouw, als stagiair begonnen en ben nu toegegroeid naar projectmanager, dus voor verschillende projecten verantwoordelijk. Nou, super. Heb je het naar je zin? Ik heb het wel, heel erg naar mijn zin, ja. Ja, anders zou je natuurlijk niet blijven. Ja, en ik wil ook gelijk Stichting Focus & Fun. We zitten echt in deze prachtige skybox. Dus ook dit is gedoemd om een succes te worden, denk ik. Nou, super. Dankjewel, Kees. Daar gaan we voor zorgen. En dan hebben we mijn grote vriend Stefan Enthoven. Ik heb Expo Flora zitten uitzoeken op YouTube. Nou, man, dat is een bedrijf, hè? Ja, dat is een aardig bedrijf, ja. Dat is een aardig bedrijf. Ja, dat is inmiddels 37 jaar geleden opgestart door mijn vader. Ja. En ik ben dan zelf 22 jaar geleden ingestapt met mijn huidige compagnon Herman Bos. En wij hebben samen het bedrijf inmiddels aardig laten groeien tot een bedrijf wat vooral voor grote locaties en beurzen de inrichtingen verzorgt en verhuurt. Ah, gaaf. Want moet ik het zo zien, wat ik op YouTube ook zag. Dus er komt zo'n beurs, ik noem maar wat, de huishoudbeurs of zoiets. Doen jullie dat ook? Ja, doen we ook, maar ik denk dat het best is om te vertellen, zeg maar. Vroeger had je de autorij. Oh ja, dat ken ik. Daar ging ik heen met mijn vader altijd, als klein ventje. Oké, nou, de autorij, zeg maar, in de vorige crisis, dat was 2009. Ja. Dat ging toen bijna ter ziele, omdat er werden ineens veel minder auto's verkocht. Ja. Nou, de RAI besloot toen om die beurs toch door te laten gaan, maar dan op een budgetversie. Wij waren al klant daar zo bij de RAI.
En nou ja, toen was het eigenlijk voor ons erop of eronder in dat jaar. Want we gingen dus heel veel werk verliezen. Ja. Nou ja, toen ben ik zelf me commercieel druk mee gaan bemoeien om proberen toch werk binnen te halen. Nou ja, wij zijn toen begonnen, zeg maar, daar zo voor die autorij. Nou ja, best wel veel decoratie, want dat deden we te leveren en ook wat meubels. Mm-hmm. Nou ja, en daarna is dat eigenlijk doorgegroeid naar 2015. Toen maakte ik, 2014 maakte ik een deal met de RAI voor een vierkante meterprijs. Dus ze zeiden gewoon van, joh, wij hebben alle stands van de merken en we geven een vierkante meterprijs en dan moet je alles voor inrichten. Nou, dan maakte ik die deal. En nou ja, eigenlijk vanaf dat moment is ons bedrijf eigenlijk heel hard gaan groeien. Dat is daarna op heel veel andere beurzen ook gebeurd. Dus eigenlijk doe je een totaalpakket. Juist. Je ontneemt de klant totaal van alle zorgen, alle lasten die er bestaan. Juist. Eigenlijk begint het van, oké, ik heb een lege doos. Ja. En daar moet inrichting in komen. Ja. Nou ja, en zeg maar, vanuit onze tijd, daar loopt er iemand doet de tapijt en iemand komt schilderen en iemand komt timmeren en iemand komt dat doen. Weet je, heel veel mensen. Ja. Nou, en wat je dus ziet in de afgelopen 10 jaar, dat willen ze anders. Want ja. Waarom moeten zoveel mensen daar komen voor iets wat maar een paar dagen duurt? Ja. Kan dat ja. niet makkelijker? Ja. 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 En eigenlijk wat wij doen is proberen als bedrijf te investeren in artikelen. Ik zeg altijd een grote doos Lego. Ja. Dat je eigenlijk allemaal blokjes hebt waarin je eigenlijk heel snel een inrichting kan plaatsen en ook weer weghalen. Oh, ja, ja. Dus bijvoorbeeld onze grootste opdracht, dat waren 24 trailers die wij daar zetten. Nou, die hebben we dan in een aantal dagen daarin geplaatst. En in 2 dagen werden ze er weer uitgehaald. Ja, ja. Nou ja, en dat is dus ook heel duurzaam. Ja, zoiets gaat niet werken als je dat niet snel in orde zet en inderdaad het duurzaam maakt. Nou, is te gek. Ik hoorde ook in jouw filmpje een man die zei van, waarom halen ze het weg na 3 dagen? Dus je maakt het zo mooi. En mensen die hier bij ADO, die kunnen ook, als je binnenkomt, zie je gelijk een vibeje, zie je gecreëerd worden. Ja, ik dacht gewoon gelijk, waarom staat er geen piano van ons bij? Maar ja, dat ben ik weer. Ja, dat komt wel een keer later. Nee, maar ook hier is een goed voorbeeld. Kijk, weet je wel, wij kijken altijd eerst naar wat is er. Nee. Mensen komen vaker, dat is een klein voorbeeld, dan heb je bijvoorbeeld ergens staan kolommen in een hal. Dan zeggen ze, ja, je moet daar wat bij die kolom neerzetten, want die kolom vind ik niet mooi. Ah, ja. Nou, dat moet je niet doen. Je moet juist iets dan ergens anders neerzetten, dat je niet meer naar die kolom kijkt. Dat je niet meer naar die kolom kijkt. Juist, ja, dus precies het tegenovergestelde. Ja. Nou, dat is hier ook. Je wordt je partner en dan ga je eerst kijken, wat is er? Nou ja. Je vrouw kwam hier al binnen, die zegt, joh, wat hier moet gebeuren, is een paar planten neerzetten. Dus hierbij de vraag... Ja, maar dat gaan we regelen. Snap je? Dat gaan we regelen. Ik heb hem, hè? Ja, ik kijk even vol. Dat gaan we. Ja, maar dat zijn ook leuke dingen. Dat is een koppertje. Ja, maar dat zijn ook leuke dingen. Ja. Maar je doet wel wat. Kijk, je zet een vibe neer en dat zie ik ook bij je vrouw met magnolia's en dergelijke. Oh, je doet de deur dicht. Nou, ik hoor het een klein beetje. Oh. Ik hoor het heel klein beetje. Ga verder, jongens. Je zet wel een vibe neer met het roze en dat. Op het moment dat je in jullie skybox komt, de 415, die ongelooflijk gezellig is. Je komt heb je het gezien daar? Ben jij er geweest, Kees? Prachtig. Nee, ik ben er nog niet geweest. Maar ik heb wel altijd, als ik het stadion binnenkom, dat ik bij ons Marielle van de receptie vraag van, hey, heb je een nieuwe decoratie? Maar dan weet ik dus dat jij er verantwoordelijk voor bent. Dat is hartstikke leuk om elke keer die variatie te zien. Ook voor nieuwe klanten of voor gasten die binnenkomen. Ja. Ja, maar Marielle is een goed voorbeeld. Hè? Ik bedoel, wat wij hier doen. Hè? Ik ben in 2019 hier dan binnenkomen lopen. Nou ja, dan ga je een beetje rustig eerst de mensen leren kennen. Nou ja, zo iemand is voor mij heel belangrijk. Want zo iemand ga ik vragen van, joh, wat vind je nou van wat er staat? Nou, staat daar een jaar lang hetzelfde, dan wordt het zat. Ja. Weet je, dus het gaat niet altijd of het product mooi is of lelijk is. Het gaat erom dat je, nou ja, laten we zeggen, zorgt dat het verandert. En dat het ook met de seizoenen meegaat. Het is leuk om met de kerst een mooie kerstboom te hebben staan. En het is leuk in januari om al een leuk iets voorjaars neer te zetten, omdat je daar naartoe wil groeien. Maar mag ik dan een vraag stellen? Waarom zet je het hier neer? Waarom doe je dat? Puur in eerste instantie omdat ik het leuk vind. Mm-hmm. Dus het is begonnen bij gewoon, oké, het ging met ons bedrijf heel erg goed. Eigenlijk te goed. Dat was 2019. Nou ja, en ik ben altijd vooruit aan het kijken. En ik reed altijd hier langs dit stadion. En dacht ik bij mezelf, nou oké. En er ging toevallig iemand hier werken die ik kende. Dus ik zei op een gegeven moment van, joh, misschien kan ik wat voor je betekenen. Nou, die weet toevallig wat wij doen. Dus dit is niet onze business. Nee, dit ben ik ben hier binnenkomen stappen puur uit passie. Ja. Gewoon, oké, eens kijken daar. Nou, ADO heb het moeilijk. Nou, meestal als het... Maar je bent toch wel een beetje ADO-fan, kom op. Nou, ik ben ook ADO-fan. Maar ik moet wel eerlijk zeggen dat mij gaat het echt om... ja, als het ergens dit niet, was gevaarlijk. Als het ergens niet zo goed gaat. Nee, maar als het ergens niet zo goed gaat. Nee, maar volgens onze klanten. Ik leg af net een voorbeeld die autorij. Ja. Nou, toen het daar slecht ging, toen kregen we kansen. Ja. En eigenlijk altijd als het ergens slecht gaat, krijgen we kansen. Ja. Dus nou, ook hier, hè, ik mag toch wel zeggen dat het best wel moeilijke jaren zijn geweest de afgelopen jaren voor ADO. Is zo, toch, Kees? Is een understatement, ja. Nou, en dus voor ons is dit nu heel interessant. Maar is dat ook zo voor de stichting?
Volgens mij gaan jullie juist ontzettend goed. Ja. Want jullie pakken behoorlijk veel maatschappelijke problemen op. Ja, nou ja, wat jij net al aangaf, dat Den Haag zo belangrijk is, dat de gemeente Den Haag zo belangrijk is. Ja, dat is voor de club nu heel erg gebleken. En daar hebben wij wel de positieve kant van als stichting zijnde. Ze merken gewoon dat wij ontzettend veel doelgroepen kunnen bereiken die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Denk aan supporters met overgewicht. Denk aan kinderen met een beperking. Jongeren die in de kansrijke, zeg ik altijd, kansrijke stadsdelen wonen. Supporters met overgewicht, ouderen, eenzame ouderen. Maar je noemt hem twee keer, maar supporters met overgewicht. Maar het is dat geeft niet, maar je noemt hem twee keer. Maar wat ik bedoel met supporters met overgewicht, het is eigenlijk iedereen met overgewicht. Want ja, ik zei het tegen Stefan, ik heb behoorlijk... Nee, ik zeg het anders nu, hè. Ja. Noemt hij nou gewoon dik, Stefan? Ja. Echt waar? Nee. Hij kan het tegen ons toch zeggen. Ja, vind ik wel. Voor deze ene keer. Nou, volgende podcast legt hij eruit. Martijn, heb je wat te doen? Goed. Bij mij, weet je, ik kom uit de entertainmentindustrie. Net zoals Mia, optredens vallen stil. Je kan thuis, je kan niet naar een sportschool, je kan niet meer bewegen. Dus die coronakilo's vliegen eraan. Dus ik kan me voorstellen dat dat een groot probleem is. Ja. Maar ik zie bijvoorbeeld niet bij dat Adofit een shirt sponsor. Of zie ik dat wel? Nee, zeker niet. En waarom niet? Nee, ja, dat is een goeie. Wij zijn daar druk mee bezig om die vitaliteitsprojecten... om daar wel partners in te vinden die zich ook passend voelen bij dit project. En wat je ook merkt, wat je net zegt inderdaad. Ik zeg wel supporters met overgewicht. Maar het zijn veelal nieuwe supporters. Dus het is ook nog een win voor de club. Mensen die in contact komen met ADO Den Haag, die naar het project gaan en die daarna een seizoenskaart halen. Dus het is voor ons, zowel maatschappelijk als op commercieel niveau, heel interessant, die projecten. Dus ja, een shirt sponsor, daar zijn we zeker naar op zoek. Mochten jullie nog iemand weten die dat heel interessant vindt. Nou, Daarom heb ik je gevraagd bij de eerste podcast, want dan kunnen de rest gewoon aansluiten. Want we doen het natuurlijk om Den Haag met z'n allen mooier te maken. Dat doe jij ook. Ja. Met je bedrijf. We willen met z'n allen Den Haag mooier maken. En toen ik jou de vragen stelde, die wij tenminste mailden, van deze vraag kunnen we eventueel gaan stellen. Toen kwam je gelijk terug. Wat kun jij voor ADO doen? Dus die gooi ik gelijk neer. Wat kan jij voor ADO doen? Heel veel. Want nogmaals, ons bedrijf investeert in inrichtingen. Dus wij bezitten gewoon heel veel spullen, artikelen. Die we natuurlijk op locaties plaatsen waar er voor korte termijn nodig is. En waar ook goed voor betaald wordt. Maar het staat ook een heel groot deel van het jaar bij ons in het magazijn. Dus wij maken vaak met dit soort locaties afspraken. Waarin we dus inrichtingen plaatsen. Waarin we dan zeggen van oké, maar we moeten wel de vrijheid hebben. Dat we neer kunnen zetten wat wij willen. En dat we het ook weer weg kunnen halen als we het nodig hebben. Dus je gaat eigenlijk op een maatschappelijke manier, ga je je spullen, wat je bezit, ga je eigenlijk gebruiken. Zie je het als, je hebt 10 auto's, 9 staan dat hele jaar stil. Nou, dan is het toch geen probleem om te zeggen, die achteren, die geef ik aan iemand. Die zet ik op een andere manier en die zet ik maatschappelijk in. Juist. Kijk, dit gaat al een antwoord geven of ondernemers maatschappelijke onderners zijn. Of daar verschil tussen zit. Kijk, als ik nu hoor dat hij shirt sponsors heeft, dan zou ik bijvoorbeeld, als hij tegen mij zegt, dat kost het ongeveer, dat hebben we ervoor nodig. Ik heb denk ik wel een heel erg groot netwerk waarin ik dat of zelf of via iemand kan regelen. Nou, ik dacht, ik ga met jullie de uitdaging aan. Zullen we meedoen met hem? En dan eind van het seizoen kijken of we zijn afgevallen. Want dat is de bedoeling, toch? Ja, zeker. Dat is uiteindelijk wel de bedoeling. Maar het is ook een community geworden. Dus je leert met een in groepsverband ga je echt sporten. Ga je echt met elkaar aan de slag. Dat is niks voor jou, Mia. Nee? Nee, ja. Nou, dat is wel, ik vind het wel leuk, hoor. Want we hebben nou een hele community gebouwd eigenlijk. Die allemaal dezelfde doel hebben om wat af te vallen. Maar ook sociaal vaardiger worden. Met elkaar in contact komen. Met elkaar naar de wedstrijd gaan. Af en toe gezonde voeding. Hardlopen met z'n allen buiten de training. Dus het is hartstikke leuk. Heb je ook een voedingsexpert daarbij zitten? Wij hebben verschillende lifestyle coaches van Bureau Sam, als ik die nou toch even mag noemen. Die doet dat. We hebben heel veel kennis en expertise. We gebruiken ook de jeugdopleiding, de fysiotherapie daar. Ook voor de kennis en expertise, die ook de testen doen. Want we willen natuurlijk wel zichtbaar maken dat als jullie beginnen en dat als jullie eindigen, dat je ook bent afgevallen. Dus... Maar jullie zijn van harte welkom. Ik wil jullie helemaal afbeulen. Ik ga met plezier mensen overtuigen om zich aan te melden. Maar wel leuk dat je gelijk aangaat, Stefan. Ik heb een heel netwerk. Die mensen die zouden het wel leuk vinden. En dat zou natuurlijk heel tof zijn als je een pakket hebt voor een bedrijf. Je wordt shirt sponsor, maar je gaat gelijk mee in het programma. Want ik denk dat dit probleem... Ja, dat is, volgens mij hebben heel veel mensen overgewicht. Nou, maar als ik ook jullie zo hoor praten en inderdaad de vraag was, is er een verschil tussen een ondernemer en een maatschappelijk ondernemer? Ik hoor nu eigenlijk van Stefan ook dat
hij noemt zichzelf geen maatschappelijk ondernemer, maar je bent maatschappelijk toch altijd betrokken bij je omgeving, bij je dingen waar je van houdt. Ja. Hij levert helemaal geen bomen, spullen, stoelen. Hij levert een belevenis. Ja. Omdat hij daar iets wil geven aan mensen, dat ze binnenkomen. En dat ze denken, zo, maar dat is kicken, dat is mooi. En dan ben je al maatschappelijk bezig, want je geeft iemand al endorfines op zo'n moment. Je geeft iemand al een goed gevoel. Ze denken, zo gaaf. En ik denk dat wel al een beetje nu duidelijk begint te worden. Bij Stefan in ieder geval heb ik het idee dat hij zichzelf niet maatschappelijk noemt, maar dat hij dat best wel al aan het doen is. Ja, maar wat ook mee te maken heeft is natuurlijk ook dat ik, doordat ik nu gewoon wat ouder word, inmiddels mijn kinderen ook in de zaak werken. Nou ja, dat betekent gewoon dat ik nu in een andere fase van mijn leven kom. Hè? Dus ik zal op een gegeven moment steeds meer een stapje opzij moeten doen, zodat hun de kans krijgen om datgene waar we geld aan verdienen, meer mee bezig te zijn. Ja. Maar dat betekent dat ik weer thuis... Kijk, ik kan niet stilzitten. Ik ben altijd gewend... Ondernemers zitten in je bloed. Veel te werken. Ja. Dus dan vind ik het ook leuk om gewoon dingen te doen wat niet direct geld oplevert, maar waar ik dus wel... Dus eigenlijk hadden we gewoon je vrouw moeten vragen hier. Nou, die wilde hier best gaan zitten. Nee, maar die is met een bedrijfje begonnen, Stylus 24. Ja, die is nu 10 jaar geleden begonnen. Ja. Hè, dus zij heeft eerst altijd zich weggecijferd voor mij. En vooral met de kinderen bezig geweest. Nou ja, en 10 jaar geleden heb ik haar ook gemotiveerd om voor zichzelf te beginnen. Nou, dat is voorzichtig begonnen. En daar ben ik heel trots op dat ze zeker de laatste jaren het bedrijf gewoon heel hard het goede is gegaan. Dus het grappige is ook dat corona is voor ons bedrijf juist een probleem geweest. En voor haar bedrijf juist een zegen, zeg maar. Ja, maar wat zij doet is eigenlijk wat jij in een grote hal doet. Doet zij in een klein huis, toch? Home decorating, mag ik dat zo zeggen? Of? Nee, zo mag ik niet zeggen. Wij verhuren echt totaal inrichtingen. Okay. En zij verkoopt voornamelijk luxere decoratie. En dan moet je zo zien, wat heel erg is tegenwoordig van die bloesembomen. Nou, die maken zij met de hand. Hè, dus dat wordt van zijde bloemen. De bloemen worden geïmporteerd. En de bomen, dan heb je een echte boom. En daar doet ze die zijde dan in boren. En dat staat dus bij mensen in huis. Maar dat kan ook in een bedrijf staan. Kan ook in een... Skybox. In de skybox staan, ja. Ja, binnenkort, precies, hè. Dan zie je dat op die camera, precies, zie je dat hier terug. Precies. Dus, maar ook bij haar begint het bij dat zij er passie voor hebt. Ja. Dus ze begint dat ze iets maakt wat ze mooi vindt. Ja. Weet je, als je iets maakt wat je mooi vindt. Maar in het begin, zij bijvoorbeeld heel erg hard aan moeten werken. Vroeger ben ik begonnen als bloemist. Toen ik 17 was, had ik een bloemenwinkeltje. Nou, dan kwamen de mensen bij je op de zaak. Nou ja, zij heeft nu eigenlijk ook een bloemenwinkel, maar dan in hele luxe artikelen. Ja. Alleen haar klanten komen via internet. Ja. Dus zij heeft moeten werken aan een heel groot bereik daarop. Ja, dan ga ik weer een linkje maken. Want jullie hebben net een contract getekend met ADO Dames. Ja, met de ADO Power vrouwen. Toevallig hier. Ja, de ADO Power vrouwen. Ik zag het stekkertje nog liggen daar. Zo. Oh, volgende shit. Keer weghalen. Maar wat is dat voor een samenwerking geworden? Ja, wij zoeken wel heel veel naar samenwerkingen. Waaronder ook met de ADO vrouwen. We hebben een project Leven als een ADO Prof. Waar we kinderen in achterstandswijken de beleving willen geven hoe het is om profvoetballer te zijn. Vaak denken kinderen aan dat ze heel veel geld verdienen, heel hard werken. We kennen allemaal de clichés wel van een profvoetballer. Maar ze vergeten dat ze gezond moeten leven, dat ze elkaar moeten accepteren zoals ze zijn, dat ze zich naar de toekomst moeten ontwikkelen en stappenplannen moeten maken. Ja, en eigenlijk met dat programma bereiken we heel veel kinderen nu, jongeren, groepen van Parnassia aangesloten inrichting. En we zijn dus nu ook met de ADO vrouwen gestart om ook vrouwen, ADO vrouwen, dus laagkwartiermeiden, daarbij te betrekken. Dus daar ben ik heel blij mee. Dat is ook echt wel een van onze groeiende projecten. En ook daar zijn we echt op zoek van welke partners zijn nou interessant voor ons. En vinden het project interessant? Ja. Ja, welke bedrijven om ons daaraan te koppelen. Dus het blijft een vraagstuk, wat je net al zei. Het blijft voor ons moeilijk, want je bent eigenlijk maatschappelijk. Maar ja, andersom, wij zijn ook een stukje op zoek naar commerciële doeleinden. Naar bedrijven die het interessant vinden, zodat wij nog meer kinderen kunnen bereiken met deze projecten. Wat is het zo, Stefan? Van wie is die Skybox? Je hebt die Skybox niet alleen, volgens mij? Nee. Ik heb zelf de deal gesloten met ADO. Tuurlijk. En toen heb ik gezocht, kijk, om zo'n Skybox te hebben en dan iedere week mensen daarvoor uit te nodigen, dat komt best wel bij kijken. En ik ben zelf wel regelmatig ook in andere Skyboxen geweest. Nou ja, dat is dan een verantwoording. Dus op een gegeven moment heb ik een vriend van mijn zoon, John Torenstra. Die heeft een bedrijf in het Westland, zit in de beglazing, in de kassenbouw. Nou ja, hij deed eigenlijk niet zoveel marketing. Dus op een gegeven moment zei ik tegen hem van, ik ben bezig bij ADO, hè. Je bent een Westlands bedrijf. Ik denk dat ik wel wat meer van marketing weet dan jou. Heb je interesse om daarin te investeren?
En hij zegt, ja, ik weet het niet, ik schrijf ook. Ik zeg, als je me dat nou, als we dit nou regelen, dat je dit betaalt per jaar, ik zeg, dan ga ik dat voor jou regelen. Ik zeg, nou, wil je het een jaartje proberen? Hij zegt, Steven, doen het gewoon. Nou ja, het eerste wat ik deed is dat hij kreeg hier een reclamebord, hoe heet het, bij het veld. Bij het veld. En de eerste wedstrijd was hier zo. En zijn naam stond er en hij werd gelijk door mensen benaderd van, joh, ik heb jouw naam gezien, hoe zit dat? Dus hij is eigenlijk werkt. Van het begin af enthousiast. Ja, en mijn vrouw, daarvoor ben ik hier binnengestapt. Stylus 24, zij moet het hebben van internet en van social media. Dus ik zie vooral vrouwenvoetbal, vandaar dat ik dat ook weer grappig vind, heel erg groeien. Ja. Dus ik dacht, Stylus 24, gericht op decoratie op vrouwen. ADO voetbal groeien. Dus zo zag ik die link, zitten. Ja. En ik denk ook wel dat we daar de goede richting mee op gaan. Dus we doen het met z'n drieën. Ja, kikker, maar dat betekent dus volgens mij dat zij de enige vrouwelijke Skybox-eigenaar is, toch, hier? Dat weet ik niet. Dat is wel een primeurtje dan. Weet je? Ja, dus denk moet het wel. Met die oude adervrouw een keer wat leuks decorating gaan doen, toch? Ja, Kees? Kan zeker. Ik kan de linkjes zeker leggen. Ja. Ik denk dat het interessant is. Ja. Want het leven als een prof, wij hebben het natuurlijk ook in de muziek, Mia en ik. Wat is het resultaat daarvan, als je dat hebt gedaan met iemand? Nou ja, ik neem het wel helemaal over, dat moet ik niet doen. Nee, lekker doen. Jij bent hier de host. Maar ik vind het zo leuk. Nee. Het voelt zich helemaal thuis. Nee, maar... Nee, maar leven als een ADO-prof. Ja, eigenlijk wat we kinderen mee willen brengen is een stukje bewustwording. Je ziet toch in deze moderne tijd dat vooral bepaalde thema's een beetje wegvallen. Door heel veel social media gebruik, maar ook door trends. Wat het nieuwe normaal is. En wij willen eigenlijk kinderen toch wel bewust worden. Bewust laten maken van die bepaalde thema's. Ja, we gaan steeds meer in een multiculturele samenleving. Heel veel inclusie is een heel hot item. Ja, met dit project proberen we dat toch bespreekbaar te maken bij de kinderen. Het leukste is wat wij heel graag willen doen. Wij hebben natuurlijk een G-voetbalteam, dus met kinderen met een beperking. Om een keer een G-voetballer van ADO naar zo'n groep mee te nemen. Van ja, dit is ook een speler van ADO. Ondanks dat hij een beperking heeft, om zo die bewustwording verder te creëren. En wij meten dat eigenlijk door voorafgaand een enquête. En achteraf een enquête. Dus die kinderen worden gekeken van, nou, weet je bijvoorbeeld wat de schijf van 5 is? Op welke manier stel je doelen? En dat proberen we achteraf weer te vragen. En dan hopen dat we een positieve ontwikkeling zien. Ja. En dit soort dingen, hoe krijg je dat aan een man? Dat zit ik dan gelijk te denken. Zitten jullie heel erg op social media? Ik zag bijvoorbeeld jullie website heeft 9 pagina's aan projecten. Met allemaal heel veel artikelen en alles. Is dat het enige medium wat jullie gebruiken? Of gaan jullie ook daadwerkelijk radiozenders af, tv-zenders af of social media? Ja. Ik zit zelf heel veel bij Den Haag FM, een soort maandelijkse rubriek onderhand aan het worden. Mm-hmm. Waarin ik elke keer een maatschappelijk project van ADO toelicht, omdat die dat ook heel interessant vinden. Maar wij hebben, Anton, mijn collega, die loopt hier ook ergens. Dat is een man die hier al een jaar of 10, 11 had. Ja, jubileum? 10 jaar? Jubileum? Ja, 10 jaar jubileum had hij. Als je Anton niet kent, dan ken je ADO niet. Ja, dan ken je ADO maatschappij niet. Dus die heeft een behoorlijk netwerk opgebouwd de afgelopen 10 jaar. Dus daar pruk ik ook de vruchten van. Dus ik af en toe... ik kom heel makkelijk aan mijn connecties. En het merk ADO, wat we hier allemaal hebben, dat is zo'n sterk merk. Dus dat kan je ook heel makkelijk wegzetten. Ja. Ik hoef eigenlijk niet eens commercieel te worden. Mensen zien dat partnership, dat zien ze wel zitten. Die vind ik wel interessant. Je hoeft niet eens commercieel te worden. Maar stel je voor dat je wel commercieel bent. Ja, ik moet dat wel leren. Ik ben echt iemand, ik moet dat leren. En dit stukje groeit er steeds meer in. Want commercieel, ik heb sales en account master gedaan. En dat is toch wel hard. Het is harde business. Ja. En ik ben dan vaak toch maatschappelijk ingericht dat ik maar af en toe dat je moeite hebt met het directe en het harde van commercieel handelen. Maar ik denk wel dat je dat af en toe nodig hebt. Zelfs als stichting, als maatschappelijke. Maar dan zou ik denk ik beter aan jou kunnen vragen hoe is dat bij jou gegaan? Nou ja, kijk. Ik zit op de verbazing te luisteren. Ja. Want ik ben juist heel erg direct in dat soort dingen. Kijk, er wordt heel veel gezegd, maar het is niet direct. Als ik bijvoorbeeld, we zitten nu in een podcast te praten, en dan zeg je bijvoorbeeld, oké, we zijn met iets bezig, dan wil ik weten, is daar 1.000 euro mee gemoeid of is daar 10.000 euro mee gemoeid? Ja. Weet je, dat soort dingen, dat is belangrijk om dat duidelijk in te zijn. Kijk, in mijn business... Wat kost een shirt sponsor, Kees? Ja, dat verschilt heel erg. Dat is van 5.000 denk tot 10.000. We hebben net de G-Storks. De G-Storks hebben een shirt sponsor players. En die staat ongeveer voor 5.000 per seizoen op. En dat is eigenlijk de enige echte die wij maatschappelijk hebben. Dus het zijn ook, denk ik, maatschappelijke tarieven. Geen idee, wat kost een shirt sponsor bij ADO? Weet iemand dat?
Nou, aardig of wat. Dat is niet 5000 euro. Nee, dan kom je denk ik... Je bereik is groter, dus dat is logisch. Ja. Toch? Ja. Maar de G-Storks, weet je, wat is je bereik? Dus dan ga je... Dus eigenlijk zijn radiozenders belangrijk. Toevallig is hier iemand van Beatstad Radio, dus die heeft ook weer bereik. Dus ja, op radio zie je natuurlijk niet zoveel. Dus een shirt sponsor heeft dan weer weinig zin. Maar het ondersteunen als bedrijf kan je wel weer bereik creëren met elkaar. Ja, maar ik denk dat je ook moet kijken van oké, wat zijn er voor bedrijven die ook iets anders dan geld voor je kunnen betekenen? Ja. Wij zijn bijvoorbeeld partner van Jump in Amsterdam. Dat is een paardenevenement. Nou, daar kwam ik een jaar of 10, iets langer al geleden, binnen als aankleding. En dan moest ik ook sponsoren. Nou, in eerste instantie was het grootste gedeelte sponsoring. Maar samen zijn we eigenlijk gaan groeien. Hè, dus hospitality is zich gegroeid. Nou ja, en voor corona is het uiteindelijk een van mijn grootste opdrachten geworden. Nu helaas mag het tot 2 jaar niet plaatsvinden. Maar bijvoorbeeld, ik zou me weer kunnen voorstellen dat ik bijvoorbeeld weer mensen heel blij zou kunnen maken. Die bijvoorbeeld daar dan uitgenodigd zouden kunnen worden om daar te gaan kijken. Weet je, dat zijn ook manieren waarop je natuurlijk iets kan sponsoren. Waar niet direct cash geld bij, bij komt kijken, maar wat wel heel veel waarde heeft. Een barter waar op een gegeven moment weer iemand met geld zegt van daar wil ik graag instappen. Omdat het bij elkaar een heel mooi product is. Ja, dus ik denk dat het wel duidelijk moet zijn van ook wat zoek je. En niet altijd alleen... Ik zoek dat geld, maar ik zoek... Nee, dit zou wat kunnen betekenen. Wat zijn en daar hang je, en daar hangt een waarde aan. Ja, een mooi voorbeeld. Laatst hadden wij met Van Heugden, een van de belangrijkste partners van de club, ook vervoerspartner. Ja, die hebben we nou maatschappelijk ook kunnen strikken. En die, wij kunnen maatschappelijk die spelersbus een x-aantal keer inzetten. Dus wij gaan strikken gebruiken wij niet echt in de commercie. Nee, oké. Maar daar hebben we een barter deal mee kunnen maken om die ook maatschappelijk in te zetten. Dus een x-aantal keer, volgens mij 10 keer per seizoen, kunnen wij die bus, de spelersbus, inzetten voor maatschappelijke doeleinden. Dus ons G-voetbalteam kan naar Only Friends, naar Ajax met de spelersbus. Waardoor je kosten weer lager worden, waardoor het weer mogelijk wordt gemaakt. Ja, en dat is iets wat bijvoorbeeld voor heel veel bedrijven interessant is. Ja. Want dat is, kijk, je hebt toch altijd een bepaald drempeltje als je die rekening krijgt. Weet je, dan ben je gewoon wat voorzichtiger. Want ieder jaar begin je weer op nul, moet je weer het jaar goed zien te eindigen. Ja. Weet je, terwijl als je naar het hele jaar kijkt, diensten geven is veel makkelijker. Ja, wij merken het ook bij ons project die we draaiden samen met Parnassia bij React. Hebben we een mooi project. En op een gegeven moment kwam het gedeelte dat het project in de, in de spotlights gezet moet worden. Dat je de media in moet of dat soort dingen. Nou, daar hadden we twee mogelijkheden. We konden of via een stagiaire van ons, haar zus, die had een heel grote promotiekantoor en weet ik wat. En die zou dan ons overal een krant neerzetten of weet ik wat. En wij zitten elkaar op een gegeven moment aan te kijken. Onder dat idee wat jij ook zei, heb je 9 auto's. Wat doe je met de 8? Want je kan er maar in eentje rijden. Wij hebben daar gewoon een leger aan mensen die helemaal niks te doen hebben. Die het leuk vinden om te helpen aan een maatschappelijk doel. Aan een want ze zitten in een project. Ik neem aan dat dat bij jullie ook zo is. Ja. Als ze zich met jullie verbonden voelen, dan voelen ze zich in alles verbonden. Dan willen ze ook meedoen, willen ze ook helpen. Dus wij zaten op een gegeven moment te denken, waarom geven we niet gewoon social media trainingen of weet ik veel wat, om die gasten aan het werk te zetten. En al heb je één bedrijf wat het verschrikkelijk goed doet, uiteindelijk krijg je dat factuurtje. Krijg je een factuur van 8000 euro, van 10.000 euro, waar je van kan schrikken, omdat je natuurlijk, je moet aan het einde van de streep overhouden. En ik merk vaak in het maatschappelijk ondernemen ook, wat ook vaak gewoon in het commercieel ondernemen gebeurt, heel veel tools die je al hebt in je, in ADO Den Haag, de maatschappij, in jouw bedrijf Expo Flora. Heel veel tools die zijn er al en die worden vaak nog niet benut. Net als die 8 auto's waar je het over had, die daar maar blijven staan. En ik denk dat dat ook een nieuwe vorm van maatschappelijk ondernemen kan worden. Door gewoon te kijken, wat kunnen al die mensen? Kan je een veter strikken? Dan gaan we iets zoeken waar dat... Waar jouw kwaliteit naar boven komt of zoiets. Dus ik denk in de moderne wereld dat we daar steeds meer naartoe moeten werken. Dat niemand meer één taak heeft. Jij bent de manager, jij bent de shower, jij bent de dit. Op een gegeven moment ga je samensmelten en krijg je van dingen. Hoe kijken jullie daarnaar? Is dat iets wat ook in jouw bedrijf gebruikt? Gebeurt? Ja. Ik zag dus heel duidelijk, bijvoorbeeld voor de crisis in 2019, ons bedrijf groeide. En wij moesten echt weer meer een managementteam. We gingen het allemaal wat professioneler maken. Mm-hmm. En op een gegeven moment voelde ik mij niet meer happy op de zaak. Want ik was te veel bezig met randzaken. En ik ben gewoon iemand, je wil voelen. Ja, voelen. Ja, ik wil gewoon ergens goed gevoel bij hebben. Ja. En op de vloer bezig zijn. En ik wil ook wel op kantoor bezig zijn, maar ik wil niet alleen bezig zijn met alle randzaken. Ja. Dus wij hebben er ook wel echt voor gekozen om ons bedrijf wat meer mean en lean te houden. Ja. En vooral ons geld te investeren in artikelen. En wat minder in dat we steeds groter worden qua aantal mensen die we bij ons in dienst hebben. Ja.
Slim. Want dat is ook meer niet altijd the way. Ja, je denkt in mogelijkheden. Nee, niet zozeer mogelijkheden, maar kijk, ik zeg altijd, neem nu de crisis. Kijk, als ik een half miljoen investeer in artikelen en de crisis kwam, die artikelen blijven staan. Nou ja, we hebben momenteel inflatie, dus eigenlijk verlies ik niet eens op die artikelen. Ik wil jij wel even een onwijs groot compliment geven voor wat je ook zei. Tijdens de coronacrisis ben je niet gaan klagen. Je bent op de achtergrond ben je bezig geweest. En dat vind ik wel heel knap in deze tijd. Ik zag ook dat je meedoet dat je 11 maart gewoon open gaat, maar ik vind het ongelooflijk knap. Nou ja, nee, wij zijn eigenlijk altijd wel open gebleven. Want nogmaals, we zijn een verhuurbedrijf. Ja, ja. Dus je kan ook wel andere dingen verhuren. Ja. Dus het is niet per se alleen beursevenementen. Maar ja, wij kijken inderdaad wel naar... Wat vooral, kan er wel? Juist, en niet naar wat kan er niet. Ja. Dus, dat is goed zaken doen, dat lijkt mij wel. Zonder meer. Mag ik een andere bocht nemen nu eventjes met de podcast? Ja. Want ik en Chris hebben heel veel te maken met muziek. Ik denk jouw bedrijfje op zich ook, Stefan. Maar dat is eigenlijk mijn vraag. Hebben jullie een link met muziek? Persoonlijk of commercieel gezien, heeft jouw bedrijf iets met muziek? Nou, persoonlijk heb ik sowieso iets met muziek. Want dat geeft ontspanning. Ja. Dus ik hou van muziek. Ja. En wij houden ook van festivals. En dan vooral meer de dancefestivals. Ah, kijk. En ook weer een grappig voorbeeld. Op een gegeven moment wilde ik een keer naar Dance Valley. Ja. Dus wij kochten kaarten voor Dance Valley. En, staat nou vol bloemen, of niet? ik had die kaarten gekocht. Ik had die kaarten gekocht en toen een relatie van me, dat is een grote zeg maar evenementen toeleverancier. Ja. En die vroegen mij van, joh, wij hebben daar een VIP. Zou je dat willen inrichten? Ja. En ik kan wel geen deeltje maken. Terwijl ik net die kaarten gekocht, nee, dat is goed. Ja. Nou ja, dat hebben wij gedaan. En sindsdien zijn we dan, dat is niet alleen Dance Valley, maar ook Dutch Valley en ook Let the Village. Oh, zijn we daar partner van. Maar dat zijn behoorlijke festivals. Dat is zijn grote festivals. Ja. Maar toch is dat voor ons qua verdienmodel lastig. Omdat Het zijn de dingen die je denk ik wil doen. En niet per se kijken naar... Nou ja, voor ons is het natuurlijk... juli en augustus zijn voor ons rustigere maanden. Okay. Dus wij zien dat dan echt als een... dat we wat te doen hebben. Ja. Ja. Maar kijk, het leuke ervan is... Je leert die mensen kennen. En dan moet je voorstellen dat ik bij mijn kinderen... In de week voor Dance Valley aan het opbouwen ben. Dan ben je daar bezig. Je kent inmiddels die mensen, dus je voelt je daar ook thuis. Net zoals hier nu bij ADO, hè. Dat is dat groeien. Tuurlijk, ja. Dus je bent daar bezig. En dan komt dat festival. En dan, nou ja, omdat ik daar mijn werk goed doe, word ik daar met alle egaards ontvangen. En we staan er een dag heel goed met elkaar te feesten. Nou, daar kan financieel niks tegenop. Ja, ja, ja. Dat kan je niks. Mooi terugkijken. Kan je helemaal terugkijken. En, ja. Nou ja, en dat al 10 jaar. Ja. Ja. Weet je wel, dus en dat soort relaties. En het gekke is, als je dus iets goed doet en je doet het met passie, dan willen mensen je ook niet kwijt. Hoe zit het met personeel dan nu bij jou? Ja, hoe bedoel je dat? Ja, heb je genoeg personeel? Of is het weggelopen? We hadden voor corona een vast team van zeg maar 20 vaste mensen. En zeg maar tussen de 10 en 15 inhuurmensen. Dus we hadden al het, zeg maar, de organisatie zo gemaakt dat het wat meer lean en mean was. Ja, ja. En wij hebben dan voor gekozen om vooral met Poolse mensen te werken. Omdat het is bij ons ook wel gewoon als druk is soms 7 dagen in de week werken. En heel veel mensen willen dat niet meer. Ja. Wij hebben dan die losse mensen, die zijn dan natuurlijk toen de corona startte, die zijn ongeveer nog een maand gebleven. Want wij zeiden van, ja, we hebben het zo druk gehad. Ik was blij dat het even rustig was en we hadden heel veel achterstallig werk op de zaak. Ja, ja. Die zijn gebleven, maar ja, op een gegeven moment na een tijdje hebben ze toch weggestuurd. Ja. Nou, en ons vaste team is van 20 naar 15 gegaan. Maar moet ik eerlijk bij zeggen dat we ook de tijd gebruikt hebben om mensen waar ik misschien dan niet zo happy mee was. Om eens te kijken van, nou ja, hè, misschien moet je eens een keer ergens anders gaan kijken. Ja. Dus niet zozeer dat mensen gedwongen weggestuurd zijn. Maar wel dat je bent gaan kijken van, oké, wil ik daar nog 5 jaar of 10 jaar mee doorgaan. Ja. Dus en wij zijn nu weer, we gaan nu het team eigenlijk weer opbouwen. Dus we zijn nu weer nieuwe mensen aan het aannemen. Want ja, in het najaar zeg maar, we zijn 18 maanden hebben we bijna stilgestaan. En vanaf eind augustus, dat begon met de Formule 1, daar mochten we wat doen. Begon het weer een beetje te lopen. Nou ja, en ineens werd het zo druk dat we echt te weinig mensen hadden. Toen moesten wij gewoon wel. Mijn zoon moest gewoon 80, 90 uur in de week werken. Wat gewoon niet normaal was. Nee. Dus het wel gewerkt. Stiekem is dat een goede schoonmaak geweest. Nou, zo mag je het niet noemen natuurlijk. Zeggen. Nee, zo mag je het zeggen. Maar ik deed het wel. Ik deed het. Nou ja, achteraf gezien zie ik dus ook altijd weer daar de positieve kant van. Ja, 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 het is niet alleen maar negatief. Maar bij zo'n mens ben je ook. Ja. Gelijk een linkje maken. Heb jij veel mensen bij je maatschappelijke projecten die juist geen baan hebben? Of kun je dat niet zo zeggen? Of kan je bij de geestorschappen iets bij voorstellen? Nee, precies. En de doelgroepen zijn heel verschillend. Maar wij hebben ook wel projecten met Follow Your Dreams.
een project waar jongeren tussen de 18 en 26 jaar een beetje tussen wal en schip vallen. En die hier langskomen voor een bijeenkomst en wij laten zien wat maatschappelijke impact inhoudt. Hoe wij dat doen als Adenhaag in de maatschappij. En zo ook daar een stapje verder in helpen van creëer nou eens je eigen maatschappelijk project. Om zo een beetje de interesses die ze hebben verder te ontwikkelen. Is te kijken van, dit vind ik leuk. Ja. Ik wil eigenlijk wel wat met muziek doen of met dans doen. Daar hebben wij geen expertise in. Maar we kunnen ze wel laten zien hoe wij onze projecten invullen. En hoe wij als team brainstormen over een project. Over muziek gesproken. Je merkt dat muziek en sport toch inherent aan elkaar verbonden zijn. Omdat je gewoon onder andere het ritme van voetbal en het ritme van muziek. Ik vind dat altijd heel veel overkoepeling hebben. Wij doen heel veel met loopladders. Ja, dat klinkt heel simpel, maar daar moet je ontzettend ritmisch gevoel voor hebben. Ja. Hetzelfde wat je voor muziek hebt. En bij ons werkt muziek... Wist jij dat daar Sjaak Polak en Dennis van Hoorn een heel project over hebben? Dus dat ze dat matchen. Dus dat je twee dingen bij drummen hebt. Dus je rechterhand en je linkerhand. Je hebt vier ledematen die wat doen. Ja. Maar dat kan nooit gelijk vanuit je hersenen bestuurd worden. En dan moet je een aantal dingen uit gevoel doen en een aantal dingen automatisch. En dat zijn ze nu aan het combineren, hoe je dat heel erg goed kan trainen. Maar daar was jullie, volgens mij, dat is een trainer bij jullie, Wouter. Wouter Brunkevolk. Ja, te gek, met samba muziek. Ja. Waren ze dus al bezig die kinderen laten, maar die gaan veel meer zo bewegen. Dan krijg je dat beetje dat Braziliaanse voetbal. Ja. Daar doen ze dat ook. En wij merken echt dat muziek stimulerend werkt voor onze projecten. Dus op het moment dat wij een box met wat stimulerende muziek opzetten, een beetje house muziek, dan gaan onze deelnemers van AdoFit, van de Foodcamp, van AdoVital, die gaan toch wat harder. Die worden gewoon gemotiveerd door de muziek. Dan kan ik als trainer toch gaan schreeuwen en ze motiveren. Maar je merkt toch dat muziek daar veel stimulerender is. Ja. En mijn eigen muziek, dat vind ik altijd mooi, want ik heet officieel Cornelis Willem Brouwers uit Voorburg. Hey. Dan hebben mensen een bepaald beeld van je. Maar ik luister dus alleen maar hiphop. Dat is best wel... Dus oké, wat dan? Noem eens een paar voorbeelden. Ja, oude, tenminste voor mij oldschool. Ik wil daarin ook niemand benadelen. Maar voor mij oldschool is The Game, T.I. Dat soort rappers luister ik heel veel. En ook Nederlandse rapmuziek. Ik heb met T.I. een remix van Weeks. Kijk. Maar dat is best komisch. Als ik dan nieuwe collega's, die komen dan bij mij in de auto en dan zet ik keihard hiphop aan en staan ze eerst zo even naar mij te kijken van, klopt dit wel helemaal? Dat is ontzettend komisch. Zoals ik nu ook naar je kijk. Ja, precies. Kees. Heb jij nog een muzieksmaak? Nou, ik hou heel breed. Heel breed maar muziek. Ik hoorde net jou zeggen, als ik dat mag zeggen, iets met een fanfare, bras, iets... Fanfare? Ja, of brassband. Wat zei je nou? Brassband? Dat hou ik absoluut niet van. Nee? Okay. Nee, ik hou vooral van dancemuziek. Ja. En dan vooral house wel. Tiësto, Armin van Buuren, dingen. Ja. Okay. Ik sta echt, dat vind ik echt helemaal geweldig. Kijk. En ook wel bijvoorbeeld echt Nederlandse muziek. Gewoon ik heb door hoe die werkt. En Hazes. Hazes, heerlijk. Ja, gewoon... Hey Chris. Nee. ik zit in het Adenstadion. We hebben hier al dit bord toevallig spelen tegen Ajax. Oké. Dat is inderdaad... Een no-go. Hey, en ik zat te denken ook, er was een paar jaar geleden volgens mij een project bij jullie. En dat vond ik ook zo interessant. Samensmelting van creativiteit, maar ook van technieken. Dat was met dansers, balletdansers, klassieke balletdansers. Geraakt. Ja, geraakt. En die kwamen, heb je dat gehoord, Stefan? Nee. Ah, dat vond ik zo gaaf. Dus die voetballers die zitten hier te trainen natuurlijk en hun best te doen en weet ik veel wat. En dan komt er zo'n balletdanseresje en die springt vanaf de grond in één keer 3 meter de lucht in. Doet nog een pirouette erbij met de voet en weet ik veel wat in de nek en allemaal gekkigheid. En die voetballers die zitten te kijken van wacht even, maar als ik dat kon, dan kon ik zo nog hoger springen. Dan kan ik hem erin koppen of weet ik veel wat. Nou, toen was iemand die op zo'n project bij elkaar gebracht. Dat letterlijk de dansers, die gingen de voetballers leren hoe je zo hoog kan springen. En hoe je kan... En dat vond ik een hele toffe soort samensmelting van cultuur, maatschappelijk. Maar is dat wel, wordt zoiets dan ook bijvoorbeeld gefilmd? En is dat ook terug te zien dan? Ja, daar zijn zeker Daar zijn nog beelden van. Ja, daar zijn beelden van. Dat lijkt me wel leuk eigenlijk. En Focus FN was daar ook zeker bij betrokken. We hebben muziek, dans en sport op een eindevent. Hebben we dat allemaal door elkaar gehusteld en gingen die kinderen alle kanten op. Ja, dan zie je ze dat je op de breedst mogelijke manier kan ontwikkelen. Ja, dat is echt gaaf, ja. Ja, mijn droom is dat nog wel een keer te doen. Dat, volgens mij was het initiatief van toen Michel Kouwer die dat nog deed. Samen met iemand van Holland Dance.
En dat vond ik wel een gigantisch project. En dat was ook groot. Maar zowel Michel Kauwer ging toen de commerciële kant op. En de vrouw bij Holland Dance ging weg. Maar dat zou mijn droom zijn om dat weer op te pakken. Zeker. Dat was voor kinderen superleuk. En je ziet ook bijvoorbeeld jongens van onze jeugdopleiding. Die hebben af en toe ook een soort van danstraining. En hebben af en toe bokstraining. Want je moet dat hele lichaam ontwikkelen om een betere voetballer te worden. Dus je hebt zoveel raakvlak ook daarbij. Ja. Dat is echt mooi om te zien. Dus conclusie is dat we gewoon meer samen moeten werken. Meer praten met elkaar van wat we dingen kunnen doen. Want we moeten ook afronden. We hebben hier publiek hebben we hier. En die komen voor een wedstrijd. Zeker weten. En niet zomaar een wedstrijd. Maar on that note heb ik sowieso een hele belangrijke vraag aan jullie. Stefan, Kees, wat wordt het? De uitslag van vanavond. Ze spelen tegen MVV, Stefan. MVV. Voor het geval dat je het niet door had. Jawel, ik weet het. 3-1. 3-1, zeg jij. 3-0. 3-0. Ik neem aan dat dat voor ADO is, toch, Erik? Ja, ja. Die spelen thuis. Bij voetbal is het altijd zo, je zegt de eerste. Juist. Die is thuis. Ah, ik zei iets heel doms. Een muziek. Ja. Nee. Niet per se dom. Maar je hoort mensen lachen. Voor de volgende keer. En jij, Chris? Ik ga mee met Kees. Ja, die heeft het meest verstand voor voetbal. Dat hoop ik na de wedstrijd ook nog te kunnen zeggen dan. Ik heb nul verstand van voetbal, maar ik denk dat het 2-0 gaat worden. Okay. Dat zegt mijn gevoel. En ik hoop dat het 5-0 wordt. Dat is wel een goed antwoord, hoop ik toch? Zeker. Iemand die hier zegt dat MVV gaat winnen? Nee. Oké. Okay. Gelukkig. De vibe is goed. Gelukkig. Dan gaan we feestje vieren. Ik denk dat we lekker van de wedstrijd gaan genieten. Ik vond het een hartstikke leuk gesprek. Ik vond het te gek om jullie een beetje te leren kennen. In zo'n 40 minuten kan je elkaar natuurlijk niet helemaal leren kennen. Maar dit was een top connectiemomentje, denk ik. En ik hoop dat jullie het ook leuk vonden aan tafel. Ik hoop dat mensen thuis ook gewoon gaan terugluisteren. Nou, resume, we hebben bloemen geregeld voor de Skybox. Dus dat is de winst is binnen hier zo. Ja. En ik verwacht nog minimaal van hem nog wel even een mailtje wat ik even op betekenen natuurlijk. Nou ja, jullie hebben elkaars mailadres. Ik heb er nou nog tijd voor. Ik zou snel gaan, want... Nee, top heren, dankjewel. Ik vond het hartstikke leuk gesprek. Volgende week zijn we er weer. Met nieuwe gasten, nieuwe kansen, nieuwe rondes. Ja, toch. Dankjewel Stefan, dankjewel Kees. Dankjewel heren. En fijne wedstrijd. Ja, fijne wedstrijd. Yo.